De regering moet meer gestalte geven aan het technisch en agrarisch onderwijs. VAP-parlementariër Rishma Mangre vindt dat het onderwijs beter afgestemd moet worden op de arbeidsmarkt. Dit moet gebeuren tegen de achtergrond van de oil- en gassector en de voedselvoorziening. Wij willen immers een voedselschuur gaan worden. Dat vereist nu een investering, een duurzame investering in ons agrarisch onderwijs. Hierbij zal de organisatie worden aangepast en inefficiënties en kansongelijkheid weggewerkt moeten worden. ABO-parlementariër Shanne Fievre-Jordan is ook de mening toegedaan dat er meer aandacht besteed moet worden aan het technisch onderwijs. Onderwijs is de basis voor de toekomst en investeren in het onderwijs zal ertoe leiden dat Suriname burgers van formaat opleidt. Alleen als we investeren in ons onderwijssysteem, de vernieuwingen en meegaan met de veranderingen in de wereld, kunnen we deze burgers kweken. En verder, voorzitter, had ik eerder aandacht gevraagd in het parlement voor speciaal onderwijs in het district Marowijne. Er is behoefte aan speciaal onderwijs in het district Marowijne, voorzitter. Dus ik vraag de regering om ook rekening daarmee te houden in de begroting. En voorzitter, verder zien we dat de raming van onderwijs binnenland is ingekort. En ik vraag de regering, voorzitter, dat het wordt weer gebracht naar 20 miljoen. Dank u wel, voorzitter. Verschillende parlementariërs hebben de regering gevraagd om ook te kijken naar de deplorabele staat waarin bepaalde scholen verkeren.